zorgt voor ja, eigenlijk een soort domino-reeks, want de een verdrinkt de ander. En uiteindelijk zitten mensen thuis die ook willen werken, die ook van waarde willen. In ons verkiezingsprogramma staat dat we 100.000 banen gaan creëren bij de overheid, in de collectieve sector. En het zijn precies dit soort banen. Toezicht in de openbare ruimte. Helpen bij het verpleeghuis. Conciërges op scholen. Buitengewoon waardevolle functies. Plekken waar we vroeger melkertbanen voor hadden. Maar volgens mij zijn die ten onrechte gepresenteerd als iets waar je maar even in zat. Het moet gewoon echte banen zijn, want het is echt goed werk. En er hoort dus ook een fatsoenlijke beloning bij. Maar ik heb de laatste keer op de PvdA gestemd. En voor 2 euro kon ik ook op u stemmen. Nou. En dat heb ik aangepakt, alleen ik kreeg te horen dat ik 1200% meer moest betalen. Namelijk 24 euro voor het hele jaar. Ja. Maar ik denk dat u dat alleszins waard bent. Die manier van de coalitie vormen, daar hebben wij moeite mee. Ik heb niet gezegd, je hebt alles fout gedaan. Ik heb gezegd, we zullen daarvan moeten leren. En dat betekent dat je de volgende keer anders zou moeten doen. Alleen die banen, die worden nu uitgevoerd door vrijwilligers. Dus ik ben benieuwd hoe dat, of daar banen gecreëerd kunnen worden voor de mensen die dus wat lager geschoold zijn, zodat ze toch meer zekerheid hebben. Ik vind vrijwilligerswerk fantastisch. Ik ben diep onder de indruk van wat Nederlanders voor elkaar doen. Maar nee, die verdringing die toch op veel plekken is opgetreden, die is verkeerd. Die is echt verkeerd, want het zorgt voor ja, eigenlijk een soort domino-reeks. Want de een verdringt de ander. En uiteindelijk zitten mensen thuis die ook willen werken, die ook van waarde willen. Maar het gaat mij aan het hart hoe onze toekomst eruit ziet. Ik wil niet in maart op de bank zitten te kijken hoe Wilders en Rutte het verdelen. Dan wil ik op zijn minst mezelf hebben aangeboden om een alternatief te zijn, om verandering voor te staan. Daarom ben ik er.